Welkom bij deze nieuwe video van De Weer, campergezin Hannessen. We enjoy all pretty things in life and our worry soon disappears. When we are together, together in our motor home, the beers. Hallo! Hey! Welkom bij deze nieuwe vlog. En zoals jullie zien, zijn we inmiddels weer onderweg. We zitten momenteel op de tolweg, zo'n 70 kilometer voor Parijs. Dus we zitten alweer een eindje op weg in Frankrijk. We zitten alweer een eindje op weg in Frankrijk. Zit je nou op de tolweg? Ja, we zitten op de tolweg. Maar je hebt nog alle tijd? Ja, we hebben alle tijd. Maar we hebben bewust gekozen op de heenweg om de tolweg te pakken. Aangezien dat gewoon een stuk makkelijker rijdt, zeker nu ook met de aanhanger erachter. En we willen toch proberen om tussen kerst en oud en nieuw aan te komen bij onze familie, bij mijn broer en bij mijn ouders die al in Portugal zitten. En aangezien het via de tolweg toch al een gauw 5 à 6 uur rijden scheelt, hebben we gezegd van de tol, wat het je dan kost, dat bespaar je eigenlijk alweer aan brandstof, tenminste zo'n beetje, als wat je anders zou hebben gereden binnendoor. En met die aanhanger erachter rijdt het gewoon heel fijn. Het gaat perfect. Wat betreft die aanhanger, merk je niet. Ik zie hem keurig in mijn camera, maar je merkt het absoluut niet. We hebben de tolwitsers even uitvogelen. Ja, dat is een volgend punt, want dat wilde ik inderdaad ook nog even melden. Wij hebben dus gekozen om een tolbadge aan te schaffen. Uit mijn hoofd heb ik dat ook gewoon gedaan via tolbadge.nl. Dan kom je op een pagina en dan kun je dus kiezen welke tolbadge je wil. De ene is voor Frankrijk, Spanje, Portugal en er is er ook nog eentje van Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië. Nou, Italië zullen we dit jaar niet aandoen, dus we hebben dus voor de tolwedge gekozen van Frankrijk, Spanje, Portugal. Daar betaal je een x-bedrag voor, ik weet het niet goed en mogelijk, dus ik ga geen leugens verzinnen, dat moet je zelf even opzoeken. En je betaalt dan bij gebruik een klein bedrag per maand. Ik geloof een 1,90 of zo uit mijn hoofd, dat ongeveer is, dat is alleen dus bij gebruik. Die tolwedge is niks meer dan dit dingetje. Die hebben we dus bij onze voorruit neergelegd en in ons geval hebben die laag liggen, want we hebben een alkoof en je moet dan dus de tolpoortjes pakken met de T, de oranje kleurige T. Die staan namelijk ook afgebeeld op die tolbadge, voor de duidelijkheid dat je die dus moet hebben. Dus niet de groene pijlen of weet ik het wat, want dan betaal je met tickets. Maar de oranje T, die rij je in. Was inderdaad, het zei al even stoeien de eerste keer. De eerste keer was het echt lekker klungelig, stuntelig en ging het niet helemaal zoals gepland. Nee. Toen kregen we toch een ticket, kwam er toch een ticket tevoorschijn, ja. Die heb ik eruit gepakt. Maar ik heb mijn schoonmoeder even gebeld, want die hebben natuurlijk al ervaring met dat ding. En die wist meteen dan eruit te leggen en zijn we er even afgegaan. Ja. En vervolgens piepte die. Ja, heel gekswijs toen al, ik had dus een ticket gepakt bij het oprijden van de tolweg. En nou gingen we eraf en toen piepte hij al gelijk, ging de slagboom ook open. Dus wat hij nou heeft geregistreerd is dus een beetje onduidelijk, want ik neem aan dat hij moet registreren waar je erop rijdt en waar je eraf gaat. Dus zou hij twee keer hebben moeten piepen. Nou, bij het erop rijden heeft hij absoluut niet gepiept en kreeg een ticket. Maar goed, hij is nu geactiveerd en we zijn er ook kort bij het eraf gaan weer opgedraaid. Hij piepte gelijk weer en de slagboom ging weer open. Dus we zien het wel. Moet goed gaan. Ja. Enige nadeel, tenminste als je het al een nadeel vindt, als je een ticket gebruikt, dan zie je vrijwel direct wat je moet betalen. Ja. Omdat je dan dus ook direct moet betalen. Ja. En bij de tolbadge wordt het gewoon automatisch afgeschreven van de rekening die je bij het aanschaf van het apparaat online hebt ingevoerd. Met alle gegevens, daar wordt het dan afgeschreven. Dus ja, wij vinden het gewoon vooral heel makkelijk. Het is nu winter, het is niet zo extreem druk, maar we moeten straks ook weer een keer terug op weet ik het wat. En dan is dit gewoon de snelste manier om de tolweg op en af te rijden. Omdat het gewoon een kwestie is van er naartoe rijden, bliep, poortje open en door. Ja. Dus dat gezegd hebbende, we zijn dan wel onderweg naar Frankrijk. Althans, we zitten al in Frankrijk. We rijden door tot de avond valt vandaag een beetje. Ik wil toch wel een
zo voor het donker willen we een plek hebben. Ik wil kijken dat ik een 400 kilometer vandaag red. Ik weet niet of ik het red. Ik heb nou een goede 220 opzitten. Vandaag om 12 uur vertrokken en het is nu inmiddels net 3 uur geweest. Dus we rijden, het rijdt goed, het rijdt prima. Voor de avond valt willen we inderdaad nu een plekje zoeken. We zullen de komende dagen op de heenreis simpele, eenvoudige plekken aandoen. Dat zullen wel al dag en nacht parkeerplaatsen zijn. Wij houden onze reis ook bij op Polar Steps. Dat is de Weert _ campergezin Hannessen. Dus mag je, als je het leuk vindt om ons daar ook te volgen, dan kan dat. Nou zullen we daar voornamelijk foto's plaatsen, niet al te veel tekst. Omdat jullie in principe alles van ons kunnen zien met de toelichting in onze vlogs. Maar goed, dat kun je dus ook nog eventjes volgen als je dat wil. Inmiddels even terugschakelen, want we gaan toch weer wat stijler. Wat wilde ik nou eigenlijk zeggen? Geef vlak, ja, het over overnachten. Ja, daar zal ik de via die Polar Steps, daar zal ik ook van de Polar Steps zal ik, nee, lieg ik, van Park for Night. Want dat is ons, onze app die wij veel gebruiken, hè? Ja, klopt. Om plekjes te zoeken. Daar zal ik dan de coördinaten van bijzetten in de video. En ook op Polar Steps staan volgens mij automatisch de coördinaten erbij. Dus dan kunnen jullie ook een beetje in de gaten houden waar we zo al staan. En natuurlijk zetten we daar een fotootje bij. Welke plekjes we zo al aandoen. Nou goed, hiervoor hebben we een leuk gezellig weekend gehad. We hebben een super weekend gehad, echt. Waar we in de vorige vlog zijn gestopt. Ja. Een beetje kerst gevierd in België. Ja, bij onze lieve vrienden. Het was heel gezellig. Het was wel weer moeilijk om afscheid te nemen. Ja, had ik dit keer iets minder moeite mee, zeg ik wel eerlijk, omdat het is nu, we zitten er nu in. Het voelt nu gewoon goed. En het, ja, dat sowieso. Het voelt altijd goed. Maar... we zijn lekker onderweg. We zijn er net wel tegen elkaar. Goh, ik weet nog dat we wel voorheen in de camper stapten als je dan op vakantie gaat. En dan was het toch altijd wel, nou, voor de kinderen ook leuk, bijzonder. Hé, we rijden de grens over. En nu, ja, we rijden gewoon. En we zitten inmiddels al een 200 kilometer in Frankrijk. Het geeft mij wel een lekker gevoel hoor, dat ik niet meer in Nederland ben. Dus ik bedoel eerder. Lekker. Hoewel de kou hier nog net zo is. Ja, het is, het is lelijk koud steeds. Ja. Maar goed, we gaan de warmte, althans warmte, iets aangenamere temperaturen gaan we tegemoet. Ja. Maar goed, van dat, over dat leuke weekend betreft, ook daar hebben we wat beelden van gemaakt. En die gaan we nu even laten zien. Want we hebben een kasteeltje bezocht. Lekkere snotneus gehad met een koude frisse wandeling. En we zijn een prachtig verlicht huis geweest. Dat was in... oh, dat weet ik niet. Ja, Zottegem. Oh ja, Zottegem. Als het Zottegem was. Ja. Ja. Dus die beelden gaan jullie nu even zien. En dan komen we straks weer terug. En misschien staan we dan op een plekje. En dan geven jullie weer meer informatie. Hey. Mooi park hier, hè?
Nee? Nee. Ja, inmiddels geparkeerd op een plekje, een parkeerplaats bij een sportcomplex als ik het goed heb, of niet Ingrid? Ja, een zwembad. Als ik het bij een zwembad. Ja, bij een zwembad. Het plaatsje Massie, als ik het goed heb. Ik zal de coördinaten jullie erbij zetten. Ingrid is in de tussentijd lekker aan het eten maken. En wat eten we vandaag? Noedels. Noedels. Ja, noedels. Een lekker simpel campergerecht, zeggen wij altijd. Ja. Want wij maken de noedels altijd lekker voedzaam. Ja, een zakje Thaise groentes er doorheen en dan lekker een eitje er doorheen. Hoisinsaus. Hoisinsaus, ja. En wat sambal. En... Nou, zo krijg je een klein beetje het idee van sotto. Ja. Wel lekker, hè? Zeker weten. Ik heb er zin in. Maar goed, 335 kilometer gereden vanmiddag. En we staan echt kort bij Parijs in de buurt. Maar we hebben nog een stukje file gehad aan het eind. Waarschijnlijk heeft het alles te maken met het WK, de WK-wedstrijd Frankrijk tegen. Jongens, je moest ook weer, een papa is helemaal niet van het voetbal. Argentinië. En we hoorden net al gejuich hier rondom deze plek. Dus we hebben het vermoeden dat Frankrijk heeft gewonnen. We weten er nog niks van, maar we hebben dat vermoeden. Maar goed, wij gaan zo even lekker een hapje eten. En dan zien we wel hoe we de avond door gaan brengen. Wat gaan we doen jongens? Spelletje of een filmpje? Wat doen we? Maakt mij niet uit. We zien het wel. We gaan het beleven. Ja. Nou, in de tussentijd hebben we even bij Vince in de alkoof. Papa, doen we opnieuw. Zijn lampjes geplaatst. Pap. Die had hij gekregen met kerst. Hij wilde graag een ledstripje in zijn alkoof. Nou, laten we eens even zien hoe het werkt, joh. Ik ben aan het eten. Dat maakt niet uit. Nee.
Nog even een lapje. Laat maar even zien. De hond zit op de achtergrond een beetje idioot te doen, maar... Hierop. Ja, dat kunnen jullie niet goed zien, maar hierop heb ik mijn afstandsbedientje om de lichtjes de andere kleurtje te geven. Zo. Heel veel kleurtjes. Zo. Flash. Dit. Dit. Heel veel. En ze werken op USB, dus ook wel makkelijk. Hè? Ja. Ik zou zeggen, laat ze wel mooi zo op een stroboscoop staan. Want we hebben wat te vieren voordat we het vergeten. Hij zit er al aan te knagen, want Rico is vandaag ook jarig. Daarom moest Deon zo lachen. Ook niet Deon, want je zag het al gebeuren. Hè? Rico is 9 jaar geworden. Gaan we nog even voor hem zingen? Lang zal Rico leven, lang zal Rico leven, lang zal Rico leven. Oh, jullie hebben wel eens mooier gezongen hoor. Ja, dit is het jarig. Hyperpiep. Hyperpiep. Hoera. Nou, hij denkt, bekijk maar, geef me mijn cadeautje maar. Oh. Hey. Rico. Lekker. Kijk nou. Hoe zal hij die scheetjes toch steeds laten, Ingrid? Ja, hè? Waar laat hij die scheetjes toch steeds van? Waar komt dat toch van? De lekkere donuts van Anneke. Oh. Niet waar. Deze... Maar nee, deze heeft hij dit keer van ons. Nou zeg, deze krijgt hij nu voor zijn verjaardag van ons. Voor zijn verjaardag, ja. Normaal wel. Gefeliciteerd Rico. Gefeliciteerd jongen. Ben je blij? Ja, dat je nog maar veel jaartjes bij ons mag zijn. Ja. Is die lekker Rico? Jo. Lekker genieten jongen. Lekker hoor. En wij genieten lekker van een stukje aardappelcake. Die we mee hebben gekregen van... Ingrid de tante. Ja. Heerlijk. Lekker, lekker. Zelf gemaakt. Lig je lekker in je disco? Heerlijk. Goed zo. Hé, hey, ik kan nog iets, hè? Oei, oei. Nou, wat moeten we daar nou weer van denken dan? Een red light district. Dat doen we niet. We gaan aan de koffie. Ja. Hoort het overbij. Zo, we zijn inmiddels weer vertrokken. We hebben een goede nachtrust gehad. Het was een prima plek bij een zwembad en bij een groot park. Waar je dus even heerlijk ook Rico af kan uitlaten. En net wat ik zeg, we hebben een prima nacht gehad. Lekker rustig, fijne avond gehad. En we werden de hele avond geteld, hè? We werden over door de uilen. Ja, door de uilen. Ja. Ja. We hebben de hele nacht en avond zijn we vergezeld door een uil. De uil staat voor wijsheid, dus dat is weer een goed symbool voor ons. Ik weet niet of de kijkers het kunnen horen, maar zeg het nog eens een keer. Ik zeg, we zijn vergezeld de hele nacht door uilen. En aangezien een uil voor wijsheid staat, is dat voor ons weer een goed signaal, een goed teken. Ja. We zijn op de goede weg. Precies. En we zijn nu inmiddels dan weer vertrokken, even getankt. En we vermaken ons prima inderdaad. En op naar het volgende plekje. Ja. Ja. Ik snap deze niet helemaal.
En zo stonden we alweer op ons volgende plekje in het plaatsje Romaan. Prima plekje weer, gewoon dag en nacht parkeren. We zagen op de plaatje dat we hier de camper gewoon neer mochten zetten. Maar het mag eventueel ook hier achter ons, bovenaan op het gras. En de kinderen zijn al even een voetbalveld aan het opzoeken, die kant op. Dus daar gaan we ook even kijken. Mama! Ja? Ik kan er niks aan doen. Nou, ook vannacht weer een prima overnachting gehad. De camper staat op de achtergrond al weer warm te draaien, want wij gaan weer verder. Ik denk dat we vandaag proberen een heel stuk richting de Spaanse grens te komen. Maar goed, prima nachtrust gehad zoals gezegd. Ja. Het was hier wel pikken donker. Er staan hier allemaal lantaarnpalen op zonne energie, maar geen ene van deed het. En we wisten precies hoe laat het was. Ja, de kerktoren en klokken lieten zich mooi iedere uur horen. Ach ja, zo heeft ieder plekje wel weer wat. Zijn voor's en zijn tegens. Ja. Prima plekje, niks mis mee. Zoals gezegd, wij zetten weer koers een stukje dichter naar de Spaanse grens. Maar dit was het eventjes voor wat betreft deze vlog. Dus ik zou zeggen, willen jullie ons blijven volgen en waar onze reis zometeen weer verder uitkomt. Vergeet dan vooral niet te abonneren. Like deze video als je het weer een leuke video vond. Laat ook gerust weer een reactie achter, dat vinden we leuk. Het bekende duimpje omhoog. Belletje. En voor nu zeggen wij bedankt voor het kijken naar deze video. En we zien jullie graag weer bij de volgende. Doei. Doei. When we are together, together in our motorhome, the beer.